Nee, fijn dat je er, fijn dat je er bent. Ik ben heel blij dat ik hier ook ben, Andrew. Het is een moeilijke opgave om aan dit gesprek te beginnen met jullie allemaal. Omdat het een gesprek is wat ook over mijzelf gaat. En dat is natuurlijk vaak wat je kunt je vaak buiten de discussie plaatsen. En ook omdat het een gesprek is wat een intergenerationeel gesprek is. En dat komt ook op die manier ook heel erg dichtbij. En met de redactie hebben we ook bewust gevraagd aan jou om te komen. Omdat het jouw dagelijks werk is, net als Waldi, om te luisteren. En in dat luisteren dingen te zien, verbanden. Het hart te verbinden met het hoofd en met de rest van de samenleving. Dus ik wou beginnen met je te vragen van, goh, wat vond je ervan? Wat heb je tot nu toe gehoord? Waar zou je al iets over willen zeggen? Nou, ik moet je zeggen dat ik een commentaartje zag op Facebook van het eerste deel. En ik las dat het zo mooi en stil was. En het betekende voor mij, toen ik dat las, toen ik naar de jongeren luisterde, toen dacht ik, we hebben het nu over zwartheid en racisme. Nu de psychologische kant ervan. Ik vond dat zo ongelooflijk boeiend. Ja. Want het waren jullie persoonlijke verhalen. En in die persoonlijke verhalen waren jullie in staat geweest om datgene wat je meegemaakt hebt, om je ertoe te verhouden, om ernaar te kijken, om erover te kunnen vertellen. Maar niet op een abstract, rationeel niveau, maar met gevoel erbij, wat het je gedaan heeft. En op die manier gaan praten over racisme vind ik heel belangrijk, omdat racisme is ook psychologie. Hoe kun je het blijven overdragen steeds weer opnieuw als er geen vehikel is waar langs er overgedragen kan worden? Want we praten, bij racisme praten we over het feit dat onze lichamen gebruikt zijn voor de economie. Maar om ons zover te krijgen, is er in onze geest gedoken. En het is begonnen met ontmenselijking. En als ik de jongeren hoorde, dan hoorde ik dat jullie hier in Nederland geboren zijn en dat je hier in Nederland de mechanismen heel erg merkt. Op een heel subtiel niveau, zoals, hoe heet onze vriendin ook zei, alledaags racisme. Filomena. En het is net alsof jullie op school zijn en dat het opeens langzamerhand je poriën binnendringt. En ik hoor ze dan het beschouwen. Racisme is psychologie. Want op het moment dat je zegt, ik kan mezelf niet meer zijn. Op het moment dat je zegt, ik heb al gezien, ik heb al geleerd dat mijn lichaam gevaarlijk is en ik daar een antwoord op moet vinden, betekent dat de ander iets doet, jou een boodschap geeft dat jij gevaarlijk bent en als kind heb je het al opgepikt. En het betekent dat je langzamerhand je psychologie gaat aanpassen aan wat er van jou verwacht wordt. Want een van de dingen die heel belangrijk zijn, het centrale deel van racisme is ontkenning. Daar begint het mee. Nee hoor, jullie zijn allemaal gelijk. Maar dat kindje voelt in de klas wel, of op straat of buiten, dat het niet zo is. Vervolgens, ik bedoel, ik herken het, ik liep ook in de supermarkt met bijvoorbeeld mijn spullen zo voor me dat de mensen zouden zien, ik steel niet. Want in mijn hoofd zat een verhaal. Zwarte mensen stelen, zwarte mensen zijn gevaarlijk. En ook ik ging er dus voor zorgen dat ik me ging aanpassen in zo'n, dat ik dat in ieder geval niet zou zijn. En het is inderdaad zwaar wat we waar we mee te maken hebben. Als ik naar racisme kijk en ik kijk naar de psychologische mechanismen die beschreven zijn, zie ik dat het racisme, wat we institutioneel noemen, gewoon met de melk wordt, hoe zeg je dat? Met de paplepel. Met de paplepel wordt ingegeven. Dus op het moment dat ik de historicus hoor spreken over sommige mensen niet en sommige mensen wel, denk ik, dat is natuurlijk zo, want dat is jouw ervaring. Jouw ervaring is in het dagelijks leven die mensen wel en die mensen niet. Maar daar gaat het niet om. Moeten wij uit gaan zoeken wie wel en wie niet? Het mag gewoon niet. Het systeem mag er niet zo uit bestaan dat ik moet gaan uitzoeken. Oh, gelukkig, deze zijn goed. Oh, maar deze niet. Dat mag het systeem niet uit bestaan. En het systeem bestaat dus uit die overdracht waar de jongens het vandaag over hadden, waar ze zich tegen moesten wapenen.